vandaag zit ik weer samen met mijn broer. Tom. En Tom, wat gaan wij vandaag allemaal doen? Wij gaan vandaag 24 uur lang Uno spelen. Maar dit is niet zomaar Uno, dit is een ander soort Uno, maar dat leg je je zo uit. Wij vinden Uno zelf een heel leuk spel, dat spelen altijd op vakantie of als we naar het strand gaan. Noord A. Gewoon ergens. Het is gewoon het leukste kaartspelletje wat er is. Ja, want dit is, geeft ook nog een andere twist dan normaal kaarten, want ja, kaarten is een beetje saai. Maar dit is dus wat anders. Dus je ziet hier allemaal verschillende kleurtjes, verschillende cijfers. En dit zijn gewoon de cijfers. Die kan je, bijvoorbeeld ik zou even kijken of ik een... Hier, 8 en 8. Groen kan op groen, rood kan op rood, maar 8 kan ook op 8. Want ja, het is hetzelfde getal. Dan hebben we deze. Hiermee draait het spel om. Dit is een boer. Daarmee mag je zelf de kleur uitkiezen. Nou, hiermee zou je dus ja, zelf iets kunnen verzinnen. Bijvoorbeeld, je legt die kaart neer, is bijvoorbeeld met z'n vieren, degene wanneer het speelt, is bijvoorbeeld een dance battle. Maar Tom en ik die zijn nu bijvoorbeeld samen. En dan hebben Tom en ik allebei een dance battle. En dan hebben we ook nog een perskaart, bijvoorbeeld twee pakken. En ik zag daarnet ook nog de tweede, de rode. Yeah. En dit is de, een 8, dus dat ze de volgende een beurt over moet slaan. En dit is 4 pakken en dan mag degene een kleur ervan maken. En dat was het wel volgens mij. En dat was het van alle kaarten dat je eigenlijk moet weten. En er zit ook nog 1 witte kaart in, maar daar zit al iets op. En dat betekent dat de kaart weer op de stapel weer opnieuw moet geschud worden. Dus dan komen weer allemaal vieren en weet ik wat allemaal weer in het spel. Dus het is een erg leuk spel. Zullen we het uitdelen? Ja, begin jij maar met uitdelen. Iedereen krijgt trouwens 7 kaarten. En natuurlijk mogen we niet beginnen met een pestkaart. Deze kaart is voor jou. Dat is een pestkaart. Deze kaart is voor jou. Een 0! Oké, okay. Moet je kaart laten zien? Ja, dat doe ik ook niet. Zo. Oh. We moeten dit gewoon 24 uur lang spelen. Aan de ene kant wel leuk, maar gaan we het volhouden, Tom? Ik weet het niet. Het is wel echt een heel leuk spelletje. Het is een van mijn lievelingsspelletjes, maar of ik het ga volhouden, ik zou het niet weten. Oh, dat kan je. Ja, dan ben je nog een keer. Dan ben je nog een keer. Uno. Want ik heb nog maar 1 kaart. Uno. Oh oh. Ik weet niet of we dezelfde kleur hebben. Ik oh, dat is een pestkaart. Geel van. Dat is een pestkaart. Uno. En je moet hem schudden. Zei je de kleur voordat je de kaart pakt of nadat ja, je de kaart pakt? Nee, voordat ik hem pakte. En ik maak de kleur geel van. Klopt. Dus dat wordt spannend. Weet je al wat je gaat doen? Ja. Denk je ik ga dat? Winnen. Dat denk ik niet. Dit potje heb ik gewonnen. Dat weet ik gewoon niet zeker. Want Tom zijn kaart is hoogwaarschijnlijk geel. Hoge kans inderdaad. Hallo Romeo. Dat is 1-0 voor mij. Ja, de kaarten zijn al geschud. Dus deze ga ik gewoon lekker onderop leggen. Erg jammer weer. Dat hoor 1-0 voor mij. De... 4, 5. Ik maak er blauw van. Nou Tom, ben jij al een beetje moe? Ja. Same. Ik zit er nu al op potje nummer. Oh, ik ben nog een keer. 33 of zoiets. Zoiets. Ah, die dan maar. Maar ja, het is wel zo dat elk 4 pakken. Dat elk potje zeg maar is wel weer spannend, want er gebeurt nog steeds andere dingen. Dus het blijft leuk. Nog een keer. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, heb ik niet. No. Ja, hou je dat vol, Tom? Nee. No.
is dus geen geel, dan is het wel opgelegd. Ik maak er groen van. You know. Oh nee. Dat is erg jammer. Ik wist het. Nou, we hebben net even gegeten, geluncht. En we zijn nu nog steeds bezig met een potje, zoals jullie kunnen zien. Vier pakken. Vind ik nou weer erg jammer. Welk potje zitten we nu? 129? Ik heb geen idee. Een 8, een het overstaan, een 10. Een dance battle. Nou, dan moet de kamervrouw, mijn moeder, maar even, ja, jureren. Oké, okay. Laten wij even. Die schouders losgooien. Ik weet niet wat ik ga doen. Ik weet het. Tel maar af. 3, 2, 1. Oeh, lastig, jongens. Ja. Oh, ik weet het niet. Nou, eigenlijk vind ik Tom wel leuker. Alsjeblieft, ja. 4 kaartjes pakken. Sorry, Jill. Nu gaat Tom winnen! Dat ga ik sowieso. Hé, nu mag jij ook gelijk 4 kaarten gaan pakken, want het is gewoon nog wat net. Want jij hebt niet 4 kaarten, want jij mag niet winnen. Oké. Oké. 3, 2, 1. Wat doe jij in de derde als een paar jaar geleden, Tom? Maakt mij niet uit. Nee, oké, Jill is echt wel beter nu. Ja, dan. De dab, kom Tom. Tom, dat is alweer een tijdje geleden. Nadan. Sorry. Wel goeie. Nee, dat is een beetje oud. Back in the days. Uno. Het is last potje. Ik verlang naar rood. Uno. Klaar. Nou, jongens, eten. Yo, wil je nog steeds een potje Uno spelen? Het moet wel, we moeten 24 uur Uno spelen dus. Ja, we moeten wel. Want ja, we moeten wel de challenge voldoen. Het is ook echt al heel donker, we zitten nu al na het eten en ik begin echt heel erg moe te worden. Ik denk Tom ook. Ja. Wie begint? Ja of ik? Ik heb vol poortje gewonnen, dus dan begin jij. Oké. Kan je nu al niet. Oh. Ja, ook poortje is wel weer spannend en nieuw. Ja, precies. Alleen ik weet nu al... die moet er terug op. Dat ik niet ga winnen, denk ik. Dat weet ik wel zeker. We zitten nu al echt al op potje, weet ik veel hoeveel, het is gewoon niet meer te tellen, ben ik? Ja. Volgens mij al ergens in de 400. Ja, dat zou zomaar kunnen, want ja, een potje zou zomaar zo snel mogelijk voorbij kunnen zijn. Hou je kaart voor, want dan kan je kaart zien. We moeten de kaarten schudden. En ik maak er rood van. Nou, ik denk dat we straks een kaars moeten spelen, want we zien echt bijna niks meer. Het is echt donker. Nou, toen als jij gaat schudden, ga ik mijn kaars pakken. Eén, niet om elkaar te kijken, hè? De kaarsen zijn neergezet en later op tafel denk ik ook wel dat we er wat chips bij pakken. Maar ik denk dat we de lichten dan ook wel aan gaan doen. Ja. Oké, geschud. Yes. Nu ben ik. Ja. Dus ik mag een kleurtje kiezen. Ik doe gewoon die. Komt die, hè? Nee, hij komt helemaal niet. Uno, toch? Ben jij? Ja, ben jij nog een keer? Hey, ik ga toch winnen! Jij zei dat ik dit ging winnen, ik heb gewonnen! Nou, nog een potje. Nou, ik vind het zelf wel een heel leuk spel, maar Tom en ik zijn wel echt heel moe. Dus ik denk wel dat het echt naar bed zou gaan. We zouden wel door willen spelen, maar ik denk dat we uiteindelijk wel dan in slaap vallen. Ik kan hier. Ja, het is echt een superleuk spel. Ik zou ook heel graag door eigenlijk nog willen spelen, maar ja, ik ben gewoon echt kapot.
ik maak er rood van. Dus ik denk dat de video hierbij af gaan sluiten. Wij gaan, jij hebt bijna 24 uur volgehouden. Maar wij gaan lekker slapen, dus doe een duimpje omhoog. Vergeet het te abonneren bij John natuurlijk. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram en TikTok bij Jogiekse IT. Doei!